Dag Barry. Dag Rutger. Of moet ik meneer Wadlener zeggen tegen u? Nou, jij mag gewoon Barry blijven zeggen. Ja, mag ik Barry blijven zeggen? Ja, jezus, daar sta je dan ineens een minister. Het is wat, hè? Godzijdank, hoe voel je je vandaag? Nou, heel bijzonder, heel trots. Ja. Heel trots. Wat ooit begon als makelaar. Hè? Als makelaar, ja. Daar is ook niks mis mee. Dat is een mooi beroep. Daar is ook niks mis mee, maar het is ongeveer trouwens hetzelfde, hè? Want je moet ook, ik weet niet wat, allemaal verkopen. Beleid verkopen. Beleid verkopen, ja. Want je hoort ook wel om jullie heen van, dat gaat nooit lang duren, weet je, een paar maanden en dan zijn ze ook weer weg. Zo. Ja, die verwachtingen zijn bij sommigen wat laag. Maar, ja, snap je dat? Ik snap dat wel, want de formatie is natuurlijk best stroef verlopen. Maar niemand weet het. En wij gaan ons best doen om er een succes van te maken. Dus je weet het niet. Nee. Het is altijd spannend. Ja, leuk gesprek tot nu toe trouwens. Want ik kan me nog herinneren dat we ook wel eens een ander soort gesprek hadden. Weet je dat? Dat klopt. Zullen we nog even terugkijken naar het fragmentje van toen? Nou, kijk, ik moet eigenlijk zo. Nee, we kijken even. Nee, blijf nou bij mij ook even staan. Kijk. Ik heb even een schande nodig voor dat item over die naheffing. Ik denk, dat kan ik bij jullie wel. Wel schande. Het is een grof schande. Wat een land, hè? Ik zeg inderdaad, wat een land. Bijna schaamteloos is het. Ja, ik vind het echt schaamteloos. We worden verlogend. Ik vind dat dit kabinet Nederlanders verlogend. Volgens mij worden we gewoon in de zeik genomen. Ja, volgens mij worden we ook in de zeik genomen. Zo, dat was wat, hè? Wat was wat? Dat fragmentje wat we net zojuist samen hebben gekeken. Ja, ik heb niks gezien. Maar nee, maar je moet nu meedoen, want het is wel tv wat we maken. Oké, Nou, leuk fragment. Dat was wat, hè? Nou, hè? Dit gaat wel een stuk beter zo. Ja, vind je? Vind je ook wel. Ja, misschien komt het wel door jou. Of zou het aan mij liggen? Ik weet het niet. En dan is het eindelijk zover. De week van de waarheid voor het nieuwe kabinet. De bordesscène, de overdracht en natuurlijk het constituerend beraad, ofwel de oprichtingsvergadering. Er wordt kennis gemaakt en de taakjes worden verdeeld. We maken ook even ruimte voor een voorbeschouwing, want hoe gaat dit nieuwe kabinet het eigenlijk doen? En de grootste vraag misschien is nog wel, hoe lang houdt dit kabinet het vol? Dag Fleur. Goedemorgen, of mevrouw Agema moet ik zeggen, hè? Ja. Nou, Fleur mag ook wel. Ja, echt? Mag ik gewoon blijven? Ja. Oké. De grote dag vandaag, hè? Ja, bijzonder. Nou, en dan zo'n loopje zo alleen zo richting de oprichtingsvergadering is het, hè? Ja. Is het spannend? Heel dubbel. De kiezer krijgt van 22 november krijgt echt de PVV in het kabinet. Ja. Maar ik loop natuurlijk wel zonder Geert. En, dat vind ik wel op zich wel jammer. Ja, je doet net alsof het voor de allereerste keer is dat je zonder Geert loopt. Nee, maar ja... Hij wordt geen premier. Precies, dat bedoel je. En dat ligt achter ons natuurlijk, maar ja. Hoeveel maanden? 60. Ja. Nou, Femke. Hey. Goedemorgen. Rutger. Ik ben het welkomstcomité hier. Oh, wat gezellig. Ja. Heb je er zin in? Ik heb er zin in. En waar dan precies in? Want het is een kennismaking, hè? Ja, zeker. Maar dit is toch een beetje een nieuw begin en een start en een aanvang. En nu het bijna zover is, dit is wel echt het begin van. En dan komt eigenlijk iedereen in dikke auto's aan en uitstappen. En jij en Fleur Agema komen aan. Maar het is maar de gewone vrouw. Wij vertegenwoordigen gewoon de gewone mensen. Ja, goed, hè? Nou zei je tegen mij, ik kan Den Haag helemaal niet in, hè? Want ik heb geen man die voor de kinderen kan zorgen. Ik vind gewoon mijn verantwoordelijkheid als moeder dat ik dat op dit moment, ik vind dat lastig. Vliegensvlucht zorgen dat die thuissituatie anders wordt, hè? Kan die op de kinderen passen? Nou ja, dat is emancipatie, hè? Is dat gelukt inmiddels? Ja, is ook gelukt inderdaad. Oh ja? Ja, maar ik dacht wat een goed nieuws, zeg. Op weg hier naartoe, ik denk, het is ook een beetje jouw schuld. Jij zei, jij hoort in Den Haag. Ja, dat vind ik ook. Nee, dat klopt, maar er moest wel iemand voor de kindertjes zijn, ja. Ja, ik heb het goed geregeld. Ja? Ja. Er wordt een beetje kennis maken vandaag, hè, met de nieuwe collega's. Zeker, ja. Voor ook best wel een lange tijd, denkt u? Of ben u snel weer straks gewoon bij de omroep? Hoor. We gaan ervan uit dat we de periode volmaken natuurlijk. Ja. Anders moet je er niet aan beginnen als je daar dan niet in gelooft. Nee. Grappig, hè? Want ik zit dan steeds zo te kijken dat je dan dus van presentator van het Zwarte Pietersjournaal zomaar ineens minister kan zijn, hè? Hoe hard kan dat gaan dan eigenlijk, hè? Ja, ik was geen presentator van het Zwarte Pietersjournaal. Oh, dat zag ik nu steeds wel met de microfoon. Ja, ik heb wel eens een keer als verslaggever. Oh, verslaggever. Dat is wat anders, hè? Oh, dat is wat anders. Dus, verslaggever van het Zwarte Pietersjournaal naar minister. Je weet, als je een omroep opricht, hè, daar weet jij ook alles van, dan doe je heel veel dingen zelf. Dag, meneer Rotmans. Ja. Sorry, ik ben wat later, maar... Nou, inderdaad, een half uur, hè? Ja, nee, ik liep uit. Okay. Belangrijk bezoek. Oké, maar ik heb nog geen excuses gehoord. Sorry. Maar we staan in mooie Rotterdam, dus we hebben lekker een kopje koffie gedronken. Ja. Zullen we gelijk maar wel beginnen dan?
Wil je gelijk beginnen? Nou ja, lijkt mij wel aardig. Want we hebben natuurlijk elkaar vaak gesproken als het om het kabinet ging en om de beslissingen die werden genomen als het gaat om energietransitie. Ja. U bent hoogleraar energietransitie. Nu komt er een nieuw kabinet aan. Ja. Een ministerie van Groene Groei. Dus dat kan alleen maar eigenlijk goed nieuws betekenen, toch? Nou, laat ik eerst even mijn tas wegzetten, vind je niet? Want die, Zees, ik had een onwijs lange vraag en, ja, en dan geef je geen antwoord. Nee, dat wordt een beetje rommelig, zeg dat ik hem neerzet. Maar wat wil je ermee dan? Jan, kan jij zijn tas vasthouden? Nou, staat hij niet in beeld dan? Nee, staat niet in beeld. Dus, nou, hele lange aanloop. Take 2. Goed nieuws dus, het ministerie van Groene Groei. Nee, dat is niet echt goed nieuws. Bijna alle maatregelen die ze nu willen nemen, die staan eigenlijk haaks op wat je zou moeten doen om die energietransitie te versnellen. Ja, maar want waarom dan? Het gaat meer om zwarte groei dan groene groei. Nou, ik noem maar wat. Hè. Ze gaan 130 kilometer willen ze rijden. Nou, het blijkt dat er maar één snelweg is waar je dat kan doen, afgezien van 's nachts. Maar als je dat wil invoeren, betekent meer stikstof, meer fijnstof, meer CO2. Nou, daar heb je het dus niet over groene groei, maar zwarte groei. Elektrische auto's willen ze eigenlijk de voordelen afschaffen. Minder subsidiëren. Dat is eigenlijk ook zwarte groei. De 10 grootste vervuilers van Nederland die stoten ongeveer 1/3 van de CO2-uitstoot. Ja, Tata Steel-achtige bedrijven. Precies, de Yara's en de Shell's. Nou, die moet je aanpakken. Dat doe je niet, dan heb je weer zwarte groei. Ziet u dat dan al zo somber in? Nu al, voordat daar zij eigenlijk begonnen is en voordat er beleid gemaakt is? Nou, ik ga ervan uit van wat ligt er, hoofdlijnenakkoord, en wie komen er? En daar komen een aantal mensen van onvoldoende statuur. Mevrouw Hermans, goeiedag. Even een vraagje stellen. Goedemorgen. Morgenochtend, ja. Hoe was het? Constituerend beraad? Ja, het was goed. Ja? Goed om voor de eerste keer met collega's bij elkaar te zijn. Ja, goede sfeer. De sfeer was goed. U gaat er over groene groei. Mm-hmm. En nou sprak ik meneer Rotmans, u wel bekend waarschijnlijk. Ja, en die is nogal bezorgd over dat het niet groene groei gaat heten, maar zwarte groei. Namelijk fossiel. Nou, dat lijkt me geen terechte zorg. Nee? Omdat wij in dit hoofdlijnenakkoord hebben afgesproken dat we die klimaatdoelen gaan halen. Ja, ik moet hier een beetje... Nou, inderdaad, zegt een hele dunne hakjes, hè, dit jaar. U wist dit nog niet? Nee? Jawel, ik wist dit wel. Ik wist dit. Dus je kan je ook afvragen waarom u daar misschien beter op naam moet doen. Ja, maar... heeft u regelmatig tassen gedragen namelijk. Overigens ook uw eigen nu, zie ik. Hè? Ja, u krijgt toch wel een tassen dragen zelf? Zeker niet. Nee? Echt wel? Nee, die draag ik toch gewoon altijd zelf. Maar u krijgt straks zulke pakketten, hè? Nou, digitaal gaat dat tegenwoordig. Oh ja, want ik zie ze altijd nog steeds met die grote koffers lopen. Ik ga dat wel digitaal doen. Oké, nou heel even nog de inhoud. Ja, dan ging je terug naar de inhoud. Die zwarte groei. We hebben afgesproken dat we die klimaatdoelen gaan halen. Om een heleboel redenen belangrijk. Ja? Schoon doorgeven, onafhankelijk worden van andere landen. En als land sterker en welvarender worden. Het is zoveel allemaal bij elkaar, wat je eigenlijk al denkt van ja, dat kan niet zo. Hoezo niet? Ja, kan dat wel? Ja, zeker. Ja, want de vraag is of je die doelen dan ook gaat halen. Ja, dat is, dat hebben we afgesproken, dat we dat gaan doen. Maar we gaan van het gas af en we gaan van de kolen af. En we gaan dus alles wordt in no time groen, zegt u. Dat gaat allemaal niet van vandaag op morgen. Nee. Er gaat tijd overheen. Dat vind ik ook, die tijd heb je ook nodig. Voor mensen thuis om de betaalbaar is. Te kunnen zeggen. Ja. Dat het ook betaalbaar is. Maar Rotman zegt, we gaan zoveel stappen terug als het gaat om groene groei. Ja, volgens mij valt dat wel mee. Sophie Hermans heeft er alle vertrouwen in dat het wel goed komt. Dat zullen we dus ook met de Hofbar scherp in de gaten houden. Het is nog steeds niet geklapt, hoor. Nog niet geklapt? Zit het kabinet nog, ja? En dan nu het bordes op? Ja, ik ga nog even naar huis en dan even mijn spullen ophalen. Ja. Vanmorgen. Ja. Ja. Dus maar met mijn scooter de stad in. Precies. En met mijn tassen. Als een echte PVV'er. Ja. Je op de fiets. Ja, ik ben op de echt fiets. Waar, ja. Fiets jij nooit dan? Ja, eigenlijk niet, nee. Maar hij is ook elektrisch. Hij is wel elektrisch, ja, dat wel. Ja, dat wel. En waar fiets u nou heen? Volgens de omfietstheorie? Nee. Nee, ik ga nu naar een privélocatie. Privélocatie. Oh, dus, ja. Nou, veel plezier, hè? Dankjewel. Oké, tot ziens. Dag. En lach op het bordes, hè? Wel, ja, wel lachen, ik hoef wel een beetje tegenover. Ja, gaat goed, hoor. Het gaat hartstikke goed. Goed zo, tot de volgende keer. Hoi. Dit is een mooi stel, hoor. Zie ze een straal op het bordes. Wat kan hier nou nog fout gaan? Nou, vond je dit nou ook zo'n topper van een video? En wil je nog veel meer van dit soort video's zien? Abonneer dan even hier op ons kanaal. Druk even op het belletje, dan blijf je op de hoogte. En dan zie ik je graag de volgende keer.